In de tuin van de Scharpoort staan wij en er is iets heel bijzonders opgedoken. Nieuwsgierig zoals wij zijn, willen wij daar alles over weten. Ik hoor dat het met cultuur te maken heeft en dan moeten we natuurlijk bij de schepen van cultuur zijn. Schepen, circus of wat gebeurt er hier allemaal? Ja, zeg jij het maar, hè? Ja, dat is inderdaad zeer gelijkend op een circustent. En dat is het ook wel een beetje. Zoals je weet, vanaf 29 oktober komt hier een van onze grootste nationale, maar ook internationaal gekende kunstenaars, Koen van Mechelen. En wat komt hij hier doen? Binnen Scharpoort, in ons cultuurcentrum zelf, zal er een hele mooie expo zijn. Een gigantische, boeiende expo. Maar hier buiten heeft hij het plan opgevat om een soort La Biomista te creëren in onze Scharpoorttuin. En wat is La Biomista? La Biomista is eigenlijk zijn boerderij, zijn dierentuin die hij heeft in zijn thuisstad, in Henk. En dus daar, als je daar geweest bent, ja, weet je onmiddellijk wat La Biomista is. Dat is dus de plek waar Koen van alles heeft gedaan, kippen heeft gekruist, maar ook dromedarissen, varkens lopen daar rond. Dus je kunt daar eigenlijk een dag in rondlopen zoals je dat doet in de zoo. Maar alles eigenlijk wel vanuit een andere hoek dan bekeken, vanuit de kunstwereld en de wetenschappelijke wereld. Komen deze dieren allemaal richting tuin Scharpoort dan? Natuurlijk niet allemaal, maar er komen toch twee dromedarissen. En dus, zoals je ziet, dus we hebben hier een loopweide gecreëerd in onze Scharpoorttuin. Ik ben zelf heel benieuwd wat dat zal geven. Die twee dromedarissen, ik heb gehoord dat het een moeder en een dochter is. Dus dat zit al goed, denk ik. Twee dames. Twee dames. En die moeten ook een beetje verzorgd worden. En wij doen eigenlijk een oproep naar de bevolking. Dus mensen, dierenverzorgers, die eigenlijk als vrijwilliger een paar uur op de week het zien zitten om die dieren wat in de gaten te houden, om die wat eten te geven. Dat hoeft niet iedere dag, want daar zit een planning op. Ook op. Dus er wordt uiteraard ook gezegd wat er verwacht wordt. En één keer per week zou ook de stal moeten kunnen uitgemest worden. Dat was mijn volgende vraag. De sanitaire stop zal er ook bij zijn. Dat is inderdaad zo. Dat is eigenlijk een vraag enerzijds. Anderzijds zoeken wij eigenlijk ook een aantal publieksbegeleiders voor de expo zelf binnen. Dus eigenlijk moet je het zo zien. Het zijn vrijwilligers die wij zoeken, die wij vragen, maar die op dat, die eigenlijk door deel te nemen aan het project, ook deel uitmaken van heel het verhaal van Koen van Mechelen. En Koen van Mechelen, ja, die kan het veel beter en veel mooier zeggen als ikzelf, is iemand die inzet, één, op diversiteit, maar twee, vooral ook op die verbinding tussen alles, tussen kunst en wetenschap, maar ook tussen mens en dier, tussen mensen onderling. Die brengt dus eigenlijk deze expo met een enorme filosofische achtergrond. En ik zou zeggen aan iedereen die het hoort, vertel het verder. Want dit zal een van de mooiste expos zijn die Knokke Heist zal organiseren. Oké, begeleiders voor de tentoonstelling, begeleiders, verzorgers voor de dieren. Maar ik heb ook begrepen dat de periode vrij lang is, hè? Ja. Dus dat zou zijn vanaf 29 oktober tot 15 januari. Het is inderdaad wel een beetje putje winter. Maar goed, ik ben er eigenlijk zeker van dat die aanvragen wel loopt. Hè. Dus dat de inschrijving wel zullen lopen. We hebben eigenlijk op vandaag al een aantal mensen die zich hebben aangemeld. Ook al van buiten Knokke Heist. Dus er is heel zeker interesse. Hè. Dus want wij hebben al een oproep gedaan en ik ben heel blij natuurlijk dat jullie deze oproep mee met ons willen lanceren. Kandidaten doen wat? Zij nemen contact op met het cultuurcentrum 050-630-430. Ze krijgen zowel dus de dierenverzorgers, zoals al gezegd, een opleiding, maar ook binnenin wie de expo begeleidt. Ook die mensen zullen uiteraard alle uitleg krijgen, ook de rondgang krijgen, om mensen te kunnen te woord te staan.
Zoveel is duidelijk. Bedankt voor de uitleg. En alvast veel succes met deze heel speciale tentoonstelling, toch? Hè? Koen, dit wordt inderdaad indrukwekkend. Hè? Kan je daar nog wat aan toevoegen? Oh, ja, ik denk wel dat het een tentoonstelling is waar Jo Koeken en de Stad Knokken, denk ik, voor gekozen hebben om een inzicht te geven in de diversiteit van mijn werk. Ik denk dat dat wel belangrijk was. Dus onder de titel Cosmopolitische Renaissance, wat het uitdiepen van mijn werk toch betekent. Hè. Mijn werk is niet louter op zichzelf, maar werkt ook met communities samen. En dat hebben we toch hier in Knokken ook gedaan, want de aantrekkingskracht is natuurlijk ook de stad. Hè? Wat gebeurt er in Knokken? En het is een dialoog die met die stad gemaakt is. Wat ga je allemaal hier naar de Schaarpoort brengen? Het gaat niet louter over een schilderij. Nee, het zijn verschillende installaties, nieuwe en ook installaties die door de tijd gemaakt zijn. Uitsluitend werk dat bijna nog nooit gezien is. Maar we hebben natuurlijk uitgebreid, we zitten ook in Maak, in de academie, waar dat de cosmopolitische kip aan het broeden is. Er is een ei dat staat aan het casino. Er komt een performance in de casino op 12 november. Dus voor wie zich daarvoor wilt inschrijven, er zijn nog plaatsen voor de middag performance. Ja, en dan is er natuurlijk Schaarpoort, de tuin. The Eye of the Needle, kamelen die er zullen leven in een installatie waar dat ook bij de opening een grote performance mee is. Maar het hart van de tentoonstelling, dat is natuurlijk binnen in de Schaarpoort. Er zijn 5 zalen waarin dat je 5 nieuwe werelden ontdekt van het werk van Koen van Mechelen, denk ik. Nieuwe werelden, dat is het inderdaad. Hè? Want ik zei het net al, het gaat niet louter over een schilderij, het gaat over heel wat. Maar goed, ja, nog een tipje van de sluier. We gaan niet alles meegeven, want dat hoef je niet meer te komen, dat doen we niet. Maar nog een tipje van de sluier. Ook de dieren zijn betrokken. Ja, ik denk wat uniek is, hè, dat als ik het project Cosmopolitan Chicken geschreven heb, en dat gaat nog toch 30 jaar geleden is dat gebeurd, heb ik tegelijkertijd ook een ander project gemaakt, dat Chaga heette, dat gaat over witte oorfazanten. Het zijn zo'n beetje de tegenpolen van de oerkip. De oerkip leeft aan de voet van de Himalaya, heeft zich naar de mens gericht. Hè. De kippen die wij vandaag allemaal kennen, de gedomesticeerde kippen, ja, die zijn allemaal afkomstig van die oerkip. Maar er is een andere evolutie gebeurd, dat zijn de fazanten. En die oorfazant, of die witte oorfazant, die leeft bovenin de Himalaya, is de lieveling van de boeddhisten en zie ik als een spirituele vogel. En niet alleen ik, maar ook de boeddhisten. Dus je krijgt eigenlijk de realiteit, de kip die zich aan de mens gegeven heeft. En dan heb je het spirituele. Ik denk dat dat ook de toekomst is van morgen. Dat we iets meer moeten kunnen inzetten op de creatie, op de creativiteit. Het holistisch denken. En het is dat samengaan van die twee werelden, ja, die hier getoond wordt. Je stapt in werelden die niet gekend zijn. Maar wie weet, geef ze wel echt vorm binnen dit en 20 jaar. En dat is met mijn werk wel al meer gebeurd. Bedankt voor de toelichting en succes. Dank u wel. Ja, zoveel is duidelijk. Een unieke tentoonstelling in de Schaarpoort. De data, die heb je duidelijk gehoord. De nieuwsgierigheid, die hebben wij gewekt. Nog één zin kan ik eraan toevoegen. Jullie mogen dit niet missen.